In Terugblikken Met kijken we terug op het bijzondere seizoen 2019-2020 met een aantal hoofdrolspelers. Vandaag blikken we terug met Mounir El Aalouchi. Mounir El Aalouchi, assistkoning van afgelopen seizoen. Hoe voelt dat? Mooi. Het is natuurlijk voor mijzelf het meest productieve seizoen, denk ik. Ook qua doelpunten. Normaal gesproken ben ik niet echt een goalscorer of een assistkoning, maar dit seizoen helaas genoeg niet afgerond. Alleen toch aan de ene kant wel heel mooie statistieken. Hou je dat dan zelf ook bij? Nee, niet echt om eerlijk te zijn. Ik moet zeggen, vorige week toevallig sprak ik met iemand die wat met statistieken bezig is en hij vertelde mij dat. Dus ik dacht, kijk, ik wist wel ongeveer hoe vaak ik had gescoord. Alleen qua assist hield ik er niet echt bij en dat was wel mooi om te horen. En als we dan even kijken naar heel het seizoen, wat was voor jou het hoogtepunt van afgelopen seizoen? Ik denk half finale beker. En natuurlijk de eerste periode. We hebben natuurlijk ook wel mooie wedstrijden gespeeld in de competitie. Alleen ik denk qua prestatiegericht denk ik toch wel de halve finale beker. Kijk, hoe die is afgelopen, dat is een ander verhaal. Alleen ik denk toch dat we heel trots mogen zijn op wat we hebben bereikt. En dan doe je denk ik met name ook op die wedstrijd tegen PSV thuis en ook uit bij AZ uiteraard. Juist, ja, ik denk PSV thuis. Super, helemaal geweldig. Met het thuispubliek, met iedereen. Dat was gewoon geweldig. En natuurlijk AZ uit, waar eigenlijk iedereen ons had afgeschreven. De week daarvoor speelden we een hele matige wedstrijd tegen Os thuis, dacht ik. Dat je dan zo voor de dag komt, dat is wel knap. Ja, en dan kom je uiteindelijk na een fantastische wedstrijd terug met de bus in Breda. En dan staan er nog een aantal mensen te wachten. Ja, dat zie je het NAC ook. Dat is geweldig. Als je een goede wedstrijd speelt, dan staan ze te wachten op je. En dat geeft ze alleen maar een boost. Ik zag ook aan die jongens en mezelf natuurlijk ook dat er gewoon... Het is gewoon speciaal. Dat zie je niet overal. En als we dan naar jouw seizoen kijken, wat was voor jou zelf de mooiste actie van afgelopen seizoen? Of de beste actie? Heb je er eentje waarvan je denkt, ja, dit is hem? Mooiste actie van het seizoen. Heb je het dan over doelpunten of gewoon echt een individuele actie? Ja, kan van alles zijn. Het kan ook een actie in de kleedkamer zijn. Oh, nee, daar hou ik lief van. lastige training. Vraag, man. Ja, nee, dat is lastig om te zeggen, denk ik. Dat is te zien dat ik iedereen voorbij dribbel of zo. Alleen, je hebt heus wel eens per wedstrijd dat je gewoon een goede actie maakt waardoor je jezelf vrij speelt. Ik kan er nou 1, 2, 3 niet eentje opnoemen. Een makkelijkere dan. Ik denk dat we die allemaal wel weten. Nou, ik denk dat de twee hoog op de nominatie staan. We zitten wel in dezelfde wedstrijd. Jouw mooiste goal? Ja, dat doe je op Ajax, hè? Ja. Ja, jong Ajax uit. Maar welke is het? De tweede, denk ik. En wat? Omdat eigenlijk... het heeft ook eigenlijk een verhaal. Omdat ik in de A1... Onder 19 heb ik een identieke goal gescoord, toevallig, op hetzelfde veld tegen Ajax A1 en ik onderschepte de bal op de middenlijn en ik nam hem één keer mee en ik schoot hem zeg maar van, ik weet niet hoeveel meter, zeg maar net voorbij de middenlijn schoot ik hem over de keeper heen en toevallig afgelopen seizoen exact hetzelfde, alleen kwam die bal dit keer wel recht op me af met een stuit waardoor ik hem eigenlijk goed moest drukken en hij ging er heerlijk in. Het snelste is hij niet, maar het maakt wel grote passen, Sidney van Hooijdonk. Dit is slecht, uit zijn goal en gaat hij erin? Ja, hij gaat erin! El Aalouchi met de 4-2, Kotarski verslagen. Wat is dat toch met die doelmannen achter Onana. Kotarski is ook al niet de gelukkigste. Het is 4-2 voor NAC. El Aalouchi maakt hem.
En dat was wel een hele bevrijdende goal. Ja, want dat was uiteindelijk de 4-2 waardoor de wedstrijd wel redelijk op slot was. Ja, dat was wel heel bevrijdend omdat Ajax gewoon een hele goede ploeg heeft. En ja, ze waren een beetje aan het drukken. En volgens mij ging Sidney van Hooijdonk druk zetten op de keeper. En ja, de keeper die raakte in paniek en die schoot de bal naar voren. En hij kwam precies in mijn voeten en ik dacht niet na en ik schoot hem erin. Ja, ik wil het eigenlijk net vragen. Hoe gaat dat dan in je hoofd? Is dat gewoon in een split second schiet? Want hij kwam natuurlijk met een redelijke vaart op je af. Als je hem net verkeerd raakt, dan vliegt hij de A2 op, bij wijze van. Is dat gewoon in een split second gewoon ineens gewoon schieten? Jawel, ja. Op dat moment denk je echt niet na. Dan denk je, ik was ook moe om eerlijk te zijn. Ik was ook best moe en ik denk, op dat moment dan denk ik er niet echt bij na. Dan is het gewoon die bal zo goed mogelijk proberen te raken. Want het was ook een beetje een hobbelig veld en die bal kwam hobbelend aan. En, ja, dat had ook goed geregend die dag. Ja, precies. En dus hij kwam best moeilijk aan. En dan is het gewoon alle risico. Al vliegt hij over het vangnet, ja, dan is het maar zo. Ik raakte hem gelukkig goed en hij vloog er heerlijk in. En daarmee de wedstrijd op slot. Yes. We hebben nu al een aantal wedstrijden besproken. We hebben PSV gehad, we hebben AZ gehad, halve finale gehad, Jong Ajax. Maar wat was nou de beste teamprestatie van afgelopen seizoen? Even denken hoor. Ja, kijk, dan heb ik er eigenlijk twee. Dan denk ik sowieso onze bekerreeks. En ik denk ook wel de eerste periode. Dat wij toch zonder heel geweldig voetbal eigenlijk toch elke week weer de eerste periode toch prestaties leverden. En, en als ik naar de bekerreeks moet, dan spreek ik voor zich, denk ik. Gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld. Emmen thuis, PSV thuis, AZ uit. Dat zijn geen makkelijke wedstrijden. En als ik dan toch eentje moet uitkiezen, dan is het toch wel PSV thuis, denk ik. Is het dan omdat je goed met het goed spel van PSV thuis wint? Of? Ja, ik denk dat wij, AZ zelf ook. AZ uit was ook gewoon met de lef en durf. Alleen PSV thuis was, ja, het klinkt raar, maar toch had ik daar een ander gevoel. Omdat je ook thuis speelt. En ik weet niet. PSV zat er ook niet heel erg lekker in, om eerlijk te zijn. Maar ja, op dat moment. Ruik je dan ook bloed? Hè? Ja, dat. Ja, het begon nog wel sterk, moet ik zeggen. En dan voel je wel een beetje van: oké, het gaat een hele moeilijke pot worden. Maar in de tweede helft had ik dat gevoel eigenlijk niet. Scoorden wij. En toen had ik echt het gevoel van: oké, wij kunnen hier echt gaan winnen. En dat is normaal gesproken tegen een club als PSV is dat niet altijd het geval. Hoe ga je normaal gesproken zo'n wedstrijd in tegen PSV thuis? Want je hebt op papier natuurlijk een sterkere tegenstander. Ja kijk, thuis in Breda is het echt. Klinkt heel cliché, maar dan kan je voor iedereen winnen. Bij NAC thuis, met de supporters, met iedereen, dan kan je gewoon voor iedereen winnen. En normaal gesproken, hè, tegen een PSV, tegen een Ajax, Feyenoord thuis, dan weet je dat het heel lastig kan worden. Dat gewoon een hele sterke ploegen zijn. Alleen, hoe ga je de wedstrijd in? Op dat moment kan ik wel zeggen, we hadden heel veel vertrouwen. Zeg maar. We hadden echt het gevoel dat we iets konden halen. Want PSV zat er ook niet heel geweldig in op dat moment. Ze zaten een beetje in een dippie. Op dat moment dacht ik echt wel van, en dat merkte ik ook in de groep heel de week lang, hoe we trainden, dat we echt wel gretig waren en echt wel wilden. En komt het dan ook omdat het een bekeravontuur is? Iedere ronde heeft wel een wedstrijd met een uitslag die niemand verwacht. Ja, ook. De wedstrijd was om 8:45. Ik speelde volgens mij om 8:45, ook een speciale tijd. Het was een beetje laat. En Champions League tijd? Champions League tijd, ik voelde me echt. Ja, nee, het was echt prachtig. En was het dan ook de wedstrijd waarin de supporters het belangrijkst waren? Waarin ze ons door een soort doodpunt heen trokken, zeg maar? Ja, zoals vaker eigenlijk 90 minuten lang stonden ze achter ons, voor ons, naast ons. Ze waren echt
Ja, Arno die gaf het onlangs al aan in een interview. Je komt op een bepaald moment kom je in de wedstrijd op een stuk waarbij je bijna breekt. Ja. En dan hoor je dat publiek. En dan kun je toch ergens vanuit je tenen nog die extra energie halen ofzo. Hoe werkt dat precies? Ja, kijk, ik zit er al langer. En ik heb het wel vaker meegemaakt in dat opzicht dat je... Dat je gewoon op een gegeven moment rond je einde wedstrijd ben je helemaal kapot. En dan, dan krijg je gewoon op een of andere manier van de supporters krijg je een boost. Dan gaan zij erachter staan. En dan, ik weet niet hoe je het beste kan uitleggen. Dan vind ik persoonlijk dat je niet mag verzaken. Als de supporters allemaal voor jou komen, voor de ploeg komen om jullie te steunen, zeg maar. Dan vind ik persoonlijk dat je... Dat je jezelf niet mag, je mag jezelf niet verschuilen, vind ik, op dat moment. Dat je gewoon, dat je gewoon alles, echt letterlijk alles eruit moet halen, op dat moment. Oké. Okay. En als we dan kijken naar, er gebeurt natuurlijk van alles. Je zit met grote groepen in de kleedkamer. Hmm. Een heel seizoen lang hier in Zundert en in het stadion natuurlijk. Wat is dan het mooiste... De mooiste anekdote van het afgelopen seizoen of het kleedkamerverhaal of iets wat er gebeurd is achter de gesloten deuren. Oeh. Hoeveel goede grappen heb je uitgehaald? Wel niks aantal. Ik heb wel. Eigenlijk zijn dat dingen die wij niet meer naar buiten mogen brengen. Nee, iedereen is wel een beetje. We hebben wel een hele leuke groep. Allemaal grappenmakers, allemaal denken ze dat ze grappig zijn, laat ik het zo zeggen. En wie vindt zichzelf de grappigste? We hebben een aantal. We hebben wel een aantal grappige jongens, engnekken zoals ze dat zeggen, ja. Dan hebben we nog, hoe had dit seizoen geëindigd als we mannen uitgespeeld? Dan waren we gepromoveerd. 100%. Ongeacht tegen wie? Maakt niet uit tegen wie. Ongeacht tegen wie we zouden gepromoveerd zijn. Daar was ik wel overtuigd. Want ik zag dat we echt een stijgende lijn te pakken hadden. Maar goed, achteraf is altijd makkelijk praten. Het is zoals het is. Het is gewoon zuur hoe het is beëindigd eigenlijk. Omdat het toch wel een beetje... Het gevoel had iedereen eigenlijk wel dat wij zeker wel kans hadden. En wat geeft dan dat vertrouwen? Ja, de stijgende lijn die we te pakken hadden de laatste weken. De hechte band. Ook vanwege de bekerreeks moet ik zeggen dat we echt een hele hechte band kregen met elkaar als groep zijnde. En dus ik denk echt wel dat wij zeker wel kans hadden. Tot slot. Tot volgend seizoen? Ja, zeker. Tot volgend seizoen. Alleen, ik weet niet waar die vraag vandaan komt. maar wat geruchten her en der. Huh? Ja, klopt. Er zijn wat geruchten. En in de winterperiode was het ook zo. En dat zal elke transferwindow wel zo zijn, denk ik. Alleen op dit moment ben ik speler van NAC. En ben ik trots dat ik speler van NAC kan zijn. En zolang ik speler van NAC ben, zal ik zoals altijd gewoon mijn uiterste best doen. Hup NAC. Hup NAC.